Deze week wordt er met groot materieel geslipt op de slipbaan in Drachten. 3 dagen lang mogen leerlingen van AOC Friesland en medewerkers van agrarische bedrijven met dumpers, shovels en trekkercombinaties slippen op nat wegdek. Ook wordt er getraind in rijvaardigheid en het nieuwe rijden. Dit is belangrijk, denk ik, hè? Dit is ontzettend belangrijk werk. Wij merken toch dat de mensen in de praktijk, de loonwerkers, dat die nogal grof met het spul omgaan. En ja, daar willen we toch wel wat aan doen. We zijn als groep SBV zijn we allemaal instructeur en met een achtergrond van het landbouwverkeer. Maar we willen toch met z'n allen proberen dat landbouwverkeer eens wat veiliger te maken. Ook een stukje begrip kweken naar het publiek toe. Dat de mensen op een gegeven moment ook denken van oké, ja, die chauffeur die houdt ook rekening met mij. Want dat heeft er nog wel eens aan. Maar ook het besef bij die chauffeur dat hij ook eens een keer van de andere kant af gaat werken. Gaat denken. Niet alleen van oh, maar ik ben groot en ik ben sterk en ik dwing ruimte af. Nee, dat kan ook wel eens anders. Op een gegeven moment proberen ook naar de mensen toe van proberen even... Ja, we moeten even een beetje ruimte maken, hè? Anders gaat het mis. Ja, maar ook dat de chauffeurs op een gegeven moment denken van, nou oké, dat publiek, dat moet ook veilig zijn gang kunnen gaan. En ja, de ene keer neem je wat en de andere keer geef je wat en dat proberen we de mensen bij te brengen. Hoe ging het? Ja, het ging verbazingwekkend goed. Ja, het valt niet mee. Vooral als je ziet hoe beperkt je zicht is. En nou ja, het is even wennen met hoe de machines reageren en hoe kort je draaicirkel is. Maar ja, de spiegels stonden goed en het ging voor de eerste keer ging het best goed. Waarom doet het AOC dit? Je ziet dat jongens van een jaar of 16 die stappen eigenlijk van de fiets op een trekker. En nou ja, Friesland met zijn dijkjes en zijn gladde momenten. Ja, zolang het goed gaat, gaat het goed. Maar wat nou als het ineens een glad dijkje wordt? Ofwel van de blubber, ofwel van ijs en dergelijke. Ja, dan is het goed dat ze in ieder geval geleerd hebben, of niet, geproefd hebben, hoe te reageren. Dat ze tips krijgen om het spul op de weg te houden en zo min mogelijk ongelukken te gebeuren. Want wat je vaak ziet en wat mij vaak verbaast is, we hebben het altijd over het slachtoffer. Maar wat gebeurt er met zo'n jonge bestuurder die zo'n ongeluk op zijn geweten heeft? Daar moet je ook mee leven. En voorkomen is altijd beter dan genezen voor alle partijen. Dus vandaar onze investering. Wilco, wat vies je van? Ik vind het wel mooi, ja. Zeker, het is een hele belevenis, een hele ervaring. Hè? Wat werk je bij een leerbedrouw? Ja, ik werk bij Kaaslijn Friesland, bij VV Uitwisselwij. Hoe lang? Ik ben renner op 2 stage bijna. Ja, dan krijg ik haast na mijn stage, dan krijg ik een vers contract op mijn bodem en dan blowdown werk. En dit is voor het eerst dat zo'n cursus dost? Ja, wie had aan mijn squallen, hebben dat ik dien en hun bestelt dan materiaal beschikbaar. Zie je, ik en Aan, die ben je nog vaker geweest met materiaal, dus dan wie ben je steeds wat bij je te sleepen. Dus, We doen dit ook samen met het bedrijfsleven, dat bedrijfsleven ook nou, nog even eraan herinnerd wordt. Iedereen heeft er wat aan en als onze stagebedrijven het ook zeg maar in de praktijk brengen, dan leren de jongens dat ook weer van hun collega's. Dus ja, dat is eigenlijk het doel. Veel zware materiaal hier vandaag. Kan het bedrijfsleven dat missen? Ja, we hebben het wel om deze tijd gepland. Voordat straks de eerste snee komt, voordat het grote werk loskomt. Ja, hebben we dit in de wintermaanden, zeg maar, in de rustige periode voor de loonbedrijven, hebben we het gepland. Zodat het voor alle partijen ook mogelijk was om niet alleen het materiaal, maar ook het personeel te missen. Hoe reageren de jongens op deze opleiding? Nou, over het algemeen zijn de mensen het eerst een beetje afwachtend. Van nou, moet nog maar zien, ik werk altijd zo en het gaat toch goed. Maar op een gegeven moment gaandeweg, met name die rit, dan in de verkeersrit, dan draaien ze toch wel een beetje bij. Ze zien toch wat meer en herkennen wat meer, ook op onze adviezen natuurlijk. En ja, dan proberen we natuurlijk te bereiken dat ze daar later wat mee doen. Ook in het manoeuvreren. Vaak wordt het gewoon grofweg gereden. En wij proberen ze toch wat bedenkelijker
met het spul om te laten gaan. Want ja, ook schadeposten in het manoeuvreren zijn niet te zuinig. Uiteraard is er ook een theoretisch deel. Aan het eind van de dag krijgen de deelnemers een certificaat.